Welkom terug bij de oude camperwereld. Mijn naam is Paul en vandaag ben ik terug bij Comercio Autocaravani in Madrid. En vandaag gaan we het nieuwe model 2022 Rapido de 696F van binnen en van buiten bekijken. Maar Comercio Caravani heeft ons dit prachtig geschenk gegeven. Het is een koffiezetapparaat die gebruikt kan worden op 12 volt. Het enige wat je moet doen is even abonneren op ons kanaal en vertellen in het commentaar hieronder deze video in welke stad ik ben. En over 3 weken in die video maken wij de winnaar bekend. Graag vertellen. De garage biedt voldoende ruimte om spulletjes mee te nemen en eventueel een paar fietsen. Ook kunnen we een douche aansluiten. Via die knop doen we de lamp aan en uit. Dan hebben we nog hier, via deze hendel, regelen we het warm en koud water. We kunnen de garage verwarmen. En via deze knop kunnen we het bed omlaag laten zakken of weer omhoog brengen. Ook in de garage bevindt zich de volledige elektrische installatie. De deur heeft een verrassend diepe vuilnisbak. De deur is netjes afgewerkt. En de deur laat zich makkelijk sluiten. Verlichting achter met LED. Verder is er plaats voor 2 gasflessen en het systeem is uitgerust met crashsensor. Cassettetoilet laat zich heel makkelijk in en uit schuiven en de ramen zijn uitgevoerd in een tintkleur. Verder een achteruitrijcamera. Het dashboard is overzichtelijk en mooi afgewerkt, voldoende ruimtes om de spulletjes op te kunnen bergen. De duisteringsgordijnen aan de zijkanten en ook voor. Boven de cabine is er ruimte om spulletjes te kunnen opbergen. Wat fijn is, is het dakraam boven de cabine. Dat geeft een hoop licht binnenin. Het heeft alle functies. En het raam laat zich makkelijk openen. Het woongedeelte is ruimtelijk. En functioneel. De tafel laat zich in alle posities bewegen. Onder een van de zittingen bevinden zich de accu's. En in de vloer, de emmerdeksel. En daaronder zit de hele waterhuishouding. Verder in het woongedeelte lampjes met LED, flexibel. En bevinden zich de gordels. De kastjes slaan zich open door een druk kliksysteem en bieden veel ruimte. Het controlpanel zit boven de deur. En daarover kunnen we een aantal zaken controleren, zoals de accu's en de tanks. Voor de rest, rechts aan de ingang, hebben we aansluitingen voor satelliet. En hebben we nog een groot dakvenster.
En boven de keuken kunnen we spulletjes opbergen. Het aardappelblad is ideaal ingericht. Links een spoelbak. En achter het werkblad hebben we een 2-pits gastoestel. Veel laderruimtes. Met soft closing. Voor de rest links van de deur een goede greep. De douche is ruim en mooi licht. Daarnaast hebben we nog een toilet met een moderne inrichting. Ook hier weer voldoende kastruimte. Het slaapgedeelte kunnen we afsluiten met 2 schuifdeuren. Als je in de badkamer bent, is het natuurlijk wel prettig dat je zowel aan de slaapkamerzijde als aan de woonkamerzijde beide deuren kan sluiten. De slaapkamer heeft ook nog ledlampen en aan beide kanten diepe hangkasten.